Geweldig om jullie hier allemaal te zien vanmiddag. Ik ben heel trots dat we onze campagne hier in Arnhem mogen aftrappen. Want we zijn vandaag in het centrum van Nederland. Vanuit de randstedelijke uithoek wordt natuurlijk likkebaardend gekeken naar wat er hier in Gelderland allemaal gebeurt. Op de Veluwe bijvoorbeeld, het mooiste natuurgebied van Nederland. Of hier in de stad, in het modekwartier waar de creatieve industrie bruist. Gelderland, zo heet het hier, levert je mooie streken. De Veluwe, de regio Arnhem-Nijmegen, Rivierenland en natuurlijk de allermooiste, de Achterhoek. Wow! Je merkt, mijn enthousiasme voor de regio is groot. Maar wij zijn hier vandaag voor de campagne. Kunnen jullie je 2021 nog herinneren? D66 was overal te zien. Op televisies, advertenties online, in bushokjes en de grote televisiedebatten, waarin Sigrid heel Nederland wist te overtuigen. En waar het kon, waren we ook op straat. In onze wit-groene jassen. En die heeft iedereen vanmiddag weer aangetrokken. We hebben die campagne omgezet in 24 zetels. En die 24 zetels die hebben we omgezet in klinkende resultaten voor Nederland. Voor investeringen in onderwijs. Voor de aanpak van klimaatverandering. En voor het bouwen van huizen. En we mogen het nu niet uit onze handen laten glippen. Deze verkiezingen staat één vraag centraal. Gaan we op volle kracht vooruit of laten we zand in de motor strooien? Deze campagne is cruciaal voor de toekomst van Nederland. En daarmee jullie inzet de komende weken ook. En daarom vraag ik jullie, maak die gaatjes in je agenda vrij, trek die jas aan en ga op pad. Een uurtje voor de campagne, elke dag, overal in Nederland. Vanmiddag waren we hier all over the place in Arnhem en dat moet ook in de rest van het land gaan gebeuren. Dus meld je aan als vrijwilliger en laat ons D66 geluid de komende weken, de komende dagen harder klinken dan ooit. De deuren langs, de pleinen op je werk, op de sportclub en natuurlijk aan de keukentafel. En vertel het aan iedereen die je kent, ga stemmen. En het liefst natuurlijk op D66. Heel Nederland moet ons verhaal horen. En daarom hebben we ook een hele mooie campagnespot gemaakt. En ik laat hem jullie hier graag als eerste zien. Dan gaan we in 3, 2, 1, actie! Dank u wel.